Betrapt. De meester speelt vaak galgje met de klas. Ik denk de T-meester. Fout. Iemand nog meer? Ik denk de S-meneer. En zeker de S van Sukkel. Luuk, moet dat nou echt? De S zat er twee keer in. Hey, de S zit er zeker in. Blij je. Hou eens op. Oké, we gaan nu verder met het spel. Helaas voor Paul zitten er een paar pestkoppen in de klas. Die het hem behoorlijk lastig maken in de klas. Het is dus een tennisser zoals je ziet en... Ja. Tijdens de spreekbeurt van Paul zijn de pestkoppen iets van plan. Ze leggen penises bij hem op de stoel. Het was een goede spreekbeurt. Ik wist er nog helemaal niks van. Dus je krijgt een 9,5 van. Ga maar weer zitten. De meester geeft aan dat het nu pauze is. Ga aan de kant. Gaat het? Ja, het gaat wel. En zo gaan de pestrijden nog wel even door. Zelfs tijdens de rekenles. Meester, volgens mij weet ik het. Is het niet 23? Nee, dat is niet goed. Oh, je bent echt dom, hè? Wat een kneus, zeg. Ik heb veel domme mensen, maar zoals jou. Nee, god. Hou nou eens op! Dat is echt niet leuk wat jullie doen. Inderdaad, ik ben het helemaal zat. Jij en jij. Allemaal strafwerk. Nu, morgen naar school geven. Ja. Meester, wanneer moeten we het huiswerk inleveren? Morgen. En niet vergeten. Na school gaan de kinderen naar huis om snel aan het huiswerk te beginnen. Goed gedaan. Daar hebben we hem. Hey, kom jij eens even hier, jongeman? Nee, laat me er langs. Nu. Hé, hey, die jongen is toch werk, hè? Ja, dat is huiswerk. Ja, dat is huiswerk. Ja, dat is komt er naast het huiswerk, daar. En die komt die... Oh. Ja, jij gaat het lekker voor ons maken, hè? Hier. Ja, jongen. Maken, of ik ran je in mijn kamer. Er zit niets anders op voor Paul om het huiswerk en het strafwerk van de pestkoppen te maken. Nu, kom op, we hebben niet eten. Opschiet de man. In de klas wordt alles ingeleverd. Ja, we hebben dat allemaal. Ook het strafwerk ligt erbij. Had ik helemaal niet verwacht hoor. Complimenten aan jullie. Dank u wel, meester. Dat doen we graag. Echt een compliment. Ik had echt niet verwacht dat jullie het zouden leveren, hoor. Op het einde van de dag gaat iedereen weer naar huis. Ik heb zin in een kop koffie. Even aan. Zo, even wat punten veranderen van die pestkoppen. Paul breekt in op de computer en wil de punten van de pestkoppen veranderen. Betrapt! Wat doe je hier? Waarom zit je hier achter de computer? Zo, je hebt wel verdriet. Vertel eens wat er aan de hand is. Paul vertelt het hele verhaal van het pesten. De meester belooft dat alles goed komt. Dankjewel, meester. De meester heeft de volgende dag iets te bespreken met de klas. Wat dan, meester? Wat is er zo belangrijk? Er gebeurt hier iets in de klas wat ik helemaal niet fijn vind. Ja, maar wat is er dan, meester? U bent zo druk. Ik denk eigenlijk wel dat jullie dat helemaal zelf weten. Heeft het iets te maken met ons? Ja, inderdaad. Meester, ik denk dat ik het weet. Zeg maar. Heeft het te maken met Paul? Daar heb je helemaal gelijk in, Jean-Paul. Paul wordt gepest. Dat meen je niet. Dan hoef jij niet zo onschuldig te kijken, jongeman. Ja, want jullie zitten Paul de hele tijd te pesten. Ja, en dat vind ik helemaal niet leuk. En dat is heel erg, want Paul is een hele aardige jongen. Dat klopt, want hij helpt me altijd met mijn huiswerk. En Paul is een van mijn beste vrienden. En Paul is altijd aardig. En Paul is heel goed in spreekbeurten. Nou, ik hoor dus dat Paul heel aardig wordt gevonden in deze klas. Maar wie pest Paul dan, meester? Ik ga ze nu met plezier opnoemen. Luc. Alle pestkoppen worden opgenoemd door de meester. Die schamen zich groot voor wat ze hebben gedaan. Nou, wat zou een gepaste straf zijn voor deze kinderen? Laat ze de wc poetsen, meester. Goed aanbod, maar nee. Kom, we plakken ze achter het behang. Of je laat ze het strafwerk dubbel maken. Ik vind dat strafwerk eigenlijk wel een goeie. En dan hoop ik,
En dan leg ik echt de nadruk op, hoop ik, dat het pesten nu voorbij is.